is heel simpel toe te passen. Ik meng het gewoon, de larven en de kapsen en ik meng het er gewoon bij de Miketal. En dat werkt natuurlijk fantastisch. We staan hier bij Bekenkamp, dit is de locatie Maasdijk. Ik werk hier al heel lang in de tropische planten, zoals wij ze noemen, in de sierteelt. Het zijn dus producten die warm geteeld worden. En het zijn allemaal producten die uit zaad worden geteeld. We hadden hier echt last van wortelluizen, incidenteel. En het is moeilijk om die te bestrijden. Ook om ze te vinden is trouwens echt een cream. Dus dat waren we eigenlijk een beetje op zoek, omdat we natuurlijk van de chemie af willen. En we gebruikten al Capsanem en Entonem. En toen kwam Koppert eigenlijk met het idee om Miketal te gaan proberen. Nou, dat hebben we hier gedaan. We hebben een week of 10 hebben we het getest met mensen van Koppert. En dat is eigenlijk heel goed bevallen. De wortelluis hebben we daarmee geprobeerd om te kijken wat dat effect daarop was. Het werkte ook heel goed tegen Scatella en Sciaravlieg. We kregen zelfs echt goede schimmelvorming op de larven. Dus ja, dat was echt een heel goed resultaat. Die wortelluis, dat is een meer lange traject, maar we hebben er wel goede hoop op dat dat ook echt wel resultaat gaat geven. Maar dan moet je natuurlijk eerst de wortelluis vinden, wat lang niet altijd aanwezig is. Het is heel simpel toe te passen. Ik meng het gewoon, de larven en de kapsen en ik meng het er gewoon bij de Miketal en dat werkt natuurlijk fantastisch. Dan heb ik 3-in-1. Nou, bestrijding van 3-in-1. Mooie kant toch niet? Ik denk dat we in de toekomst steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen hebben. Dus je zou alles aan moeten pakken wat te voorradig is, biologisch. En ik denk dat je daar uiteindelijk gewoon niet aan, ja, aan kan ontsnappen. Dat is een beetje een groot woord. Maar ik geloof echt in dat je daar naartoe moet. Dus ik denk ook echt dat het bij andere telers ook zeker resultaat zal geven. Dat weet ik zeker. Ja.